Hey, hallo. Welkom bij de klapstoel nummer 2. We hebben weer 5 stellingen en Noor en ik zijn weer in gesprek over 5 items die vooral in het gebied Den Bosch en daaromheen daarover gaan. En Noor, over het Jeroen Bosch ziekenhuis, daar heb je nog wat te vertellen. Ja, ik had vorige week aangekondigd dat in deze aflevering we het over Jeroen Bosch ziekenhuis gaan hebben. Er vallen mij namelijk een aantal dingen erg op. Het is iets wat heel erg onder de Bosch, de hele regio onder de mensen leeft. Behalve dat het woord Jeroen Bosch ziekenhuis afgekort wordt op JBZ, wat hetzelfde betekent als je bent ziek. Dan denk ik, ja, op sommige punten is het ziekenhuis ziek. Waarom dan? Nou, daar zal ik je vertellen. Als je voor een onderzoek naar het Jeroen Bosch ziekenhuis gaat, of je gaat op bezoek, of je gaat heel vaak omdat je dierbare in het ziekenhuis ligt en je weet niet wanneer die weer uit het ziekenhuis komt. Als je alles bij elkaar gaat optellen, de parkeerkosten, een bakje koffie €2,50, een worstenbroodje €3,75. Het is ongekend wat iemand die naar het Jeroen Bosch ziekenhuis moet, al gaat betalen na zijn onderzoekje als hij in de parkeergarage komt. Dan heeft hij nog geen bakje koffie gedronken. Het is ongekend. Hoe moet dat als er iemand in het ziekenhuis komt te liggen die nog het geluk heeft dat hij met een heel oud autootje, wat niks waard is, toch nog zichzelf kan verplaatsen, uiteindelijk torenhoge kosten heeft, omdat het gewoon niet anders kan. Ik vind dat ze, en het is niet iets waar de politiek zich over kan buigen. Die kan natuurlijk wel in gesprek gaan van kunnen we daar nou niet anders doen. Maar het is gewoon te gek wat de prijzen in het Jeroen Bosch ziekenhuis zijn. Het is gewoon niet meer normaal. Het is echt niet meer normaal. Maar dat is natuurlijk ook in andere ziekenhuizen ook zo. Ik bedoel, dat is niet anders dan Utrecht, niet anders dan Amersfoort. Nee. Als ik kijk naar bijvoorbeeld Bernhezen, dan moet je daar ook betaald parkeren. Ja, maar dan ben je een paar kwartjes kwijt. Ja. En hier ben je gewoon in no time euro's kwijt. Ja. En ik heb het meegemaakt. In de tijd dat mijn pa te horen kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was, zat ik gemiddeld, omdat ik niet wist, want je kan dan wel een weekkaart kopen, maar je weet niet of dat hij weer tussendoor naar huis mag en blablabla. Ik denk dat ik gemiddeld zo aan de €100 per week zat. Ja. Met mijn bakje koffie en met mijn parkeren. Hoe moet iemand anders... Ziek zijn kost geld dus. Nou ja, behalve dat je natuurlijk sowieso als je zelf ziek bent natuurlijk geen pretje is. Maar dat je dat als melkkoe, vind ik persoonlijk, als ziekenhuis, hè, of aan degene aan wie je het parkeergarage verhuurt, of aan wie je de horeca verpand hebt. Maar maak me even niet, want het zal niet allemaal bij het ziekenhuis horen. Maar dat is gewoon niet normaal. En omgekeerd, zie je de mensen wel eens dan zeggen, dit wil ik niet betalen. Want ik zie ze allemaal naar binnen lopen, ze kopen allemaal hun broodje, hun dingetje. Ze zijn er ook allemaal. Er is niks anders. Dus? Er is niks anders. Dus als je iemand op de vierde, vijfde etage hebt liggen en je denkt, ik ben hier al de hele dag, ik heb nou toch wel eens trek, want die krijgt gewoon keurig te eten natuurlijk. Dus je hebt ook trek. Het ziekenhuis ligt behoorlijk geïsoleerd van een ander eettentje of van de Helftheuvel of wat dan ook. Het is gewoon omdat het niet anders kan. En als je dan de prijzen op die basis gewoon zo hoog gooit, het parkeren, het drinken, het eten, ja, het is echt, ik vind het niet normaal. Ja. Ik vind echt dat er iets mee moet gebeuren, maar hoe ga je dat oplossen? Ja. Hoe ga je dit door de publieke discussie te maken? Volgens mij ben je ermee bezig, of niet? Maar daar ben ik nu mee bezig, ja. Ja. Maar ben jij wel eens ziekenhuis geweest? Ja, we zijn pas geleden bij het JBZ geweest. En wat mij verbaast is de kwaliteit van dienstverlening. Iedereen klaagt er altijd over. Ik vond het geweldig. Ja. En vond het heel goed. Alleen wat mij inderdaad opvalt zijn de torenhoge prijzen. Alsof je op een mini Schiphol rondwandelt en die prijzen betaalt. En iedereen vindt dat normaal omdat niemand eigenlijk klaagt. Maar een discussie daarover voeren zou best wel eens goed zijn. Want in het outsourcen in dat geval van catering, als dat aan derden gedaan wordt en dan zulke prijzen berekenen, dat is waarschijnlijk nodig omdat ze het anders niet renderend krijgen. Alleen uiteindelijk degene die komt betaalt. En die heeft daar in principe niet voor gekozen. Want naar een ziekenhuis ga je, voor mijn idee, nooit naar je plezier. Je gaat er altijd om een reden naartoe, om iets op te lossen. Je gaat er ook voor je plezier naartoe als je kleinkind geboren is. Weet je wel, dus dat kan ook gebeuren, maar dan ook kost het geld. Maar het gaat mij nog niet zozeer dat iets geld kost. Maar je hebt ook mensen die onder de minima leven.
En een grote dure auto rijden betekent niet dat je geld genoeg hebt, want ook daar zit verborgen armoede. Ja. Ik vind gewoon dat een dergelijke instantie niet als melkkoe mag fungeren en ook niet als groot kapitaalkrachtig commercieel bedrijf. Ook al heb je het verpacht of verpand aan iemand anders, dan nog moet je als ziekenhuis durven en kunnen zeggen, we verpachten, maar die prijs mag nooit hoger zijn dan x per uur per bakje koffie. Dus wat jij zegt is liberaliseren eigenlijk van zo'n markt, hè, want het lijkt wel alsof er liberaliseren is geweest. Leg maar mensen eens even uit wat liberaliseren is. Liberaliseren betekent dat je het eigenlijk deels aan de markt overlaat. Een beetje wat met de nutsbedrijven is gebeurd, met de energiebedrijven is gebeurd, dat met gebeurt transportbedrijven. Natuurlijk al, want ik verwacht dat het Jeroen Bos ziekenhuis die plekken verpacht heeft. Maar ik vind wel als, en daar wil ik zeker niet naar de gemeente kijken, maar ik vind wel dat je als gemeente een goed huisvader moet zijn voor je inwoners. En als je ziet dat inwoners tegen torenhoge kosten aanlopen, wat geen keuze is, want het is gewoon een moeten, ja, dan vind ik wel dat je best wel in gesprek zou mogen gaan. Hè? En ik wil het niet afgeven nogmaals op de gemeente, maar de communicatie openen. Tezamen met bijvoorbeeld mensen die zich daar hard voor kunnen maken, met voor mij met de patiëntenvereniging, met de media, dan wat je al zegt, dan open je gewoon de discussie, want dit is eigenlijk gewoon te gek om los te lopen. Dit is echt gewoon te gek om los te lopen. Nou, daar willen we allemaal informatie over hebben van de mensen, of ze dat ook zo vinden en of ze het inderdaad vinden dat het te duur is of dat het hun helemaal niet uitmaakt, want dat het gewoon een onderdeel is van het ziek zijn, omdat iedereen het gewoon doet in Nederland. Ja, nou, je hebt gelijk dat de service de hospitality en alles van het ziekenhuis, dat is echt heel erg goed. Ja. En de mensen die er werken, die verdienen het goud uit de absoluut hemel. Daar wordt er helemaal niet over, er is absoluut geen discussie over mogelijk. En ze, als ik zie naar het verplegend personeel, hoe goed die hun best doen met de middelen die ze hebben. Ja, dat is ongekend. Dus daar moeten de mensen ons geen berichtje over sturen. Dat willen we ook helemaal niet in discussie brengen. Maar het feit is dat je tegen de torenhoge kosten aanloopt. Ja, dat mag wel eens een keer genoemd worden. Als jij dat nou ook vindt, of juist niet vindt, laat het me dan weten. info@tv73.tv. Laten we even gaan kijken naar reacties van vorige week. Er zijn redelijk veel reacties geweest deze week. En we gaan er een aantal opnoemen, Mark. Wat ik heel leuk vind, even in zijn algemeen om te horen, is dat hier Ton, die schrijft: ik zag net de klapsel op TV73. Geweldig gedaan, helemaal mee eens. Eindelijk een tegengeluid op de buis. Ga zo door. Is het een tegengeluid? Ik denk dat we het benoemen. En we benoemen dingen. En dat zou dan een tegengeluid moeten zijn, lijkt mij. Oké. Dan de volgende, die zegt: ik discussieer niet mee, tussen haakjes, alleen in mezelf, maar ik wil toch even zeggen dat ik het een heel leuk programma vind en de moeite waard om te kijken, die klapstoel. Groetjes van Nancy. Dan heb ik weer een hele andere orde, want ik heb ook gezegd je mag een oproep doen. En daar zegt, moet ik even kijken, wie is dat? Dat is Ben Meeuwsen, die zegt: op zaterdag 1 juni 2019 vindt de reunie van Concordia plaats, 90-jarig bestaan. We hebben daar 5 jaar geleden al gefilmd. En we gaan daar natuurlijk op die dag, op 1 juni, zaterdag 1 juni, ook filmen. Maar misschien is het leuk om voor het grote publiek nu al kenbaar te maken dat er een reunie gaat komen voor de voetbalvereniging Concordia, 90-jarig bestaan tussen haakjes. Leuk. Leuk, hè? Ja. Dus die krijg je dus ook binnen. Kijk, dan heb ik hier een hele bijzondere. Er zijn heel veel reacties gekomen op de windmolens. Er zijn heel veel reacties gekomen op de hondenbelasting. Ik lees er even eentje voor. Te weinig bewoners weten van de wijkraden binnen de gemeente Zedelgenbosch. Ik sprak een keer iemand tijdens het uitlaten van Flip, het hondje, die bij de gemeente werkte. En zij adviseerde me juist via de wijkraden dingen ter verbetering te melden, omdat het anders inderdaad op de grote hoop verdwijnt. Wij in Engelen, dit schrijven ze uit Engelen, schijnen ook via de wijkraad aan onze hondenuitlaatvelden te komen. Nou, er staat dan daar bijvoorbeeld voor Vinkel is dat de dorpsraad Vinkel.nl. Maar het is wel een mooi idee, hè, dat je dus in de wijkraden natuurlijk heel veel informatie kunt krijgen hoe je nou zaken moet oplossen binnen de gemeente. Of, ja, of tenminste, dat je even een klankbord hebt. En dat is ook heel onderbelicht. Dus heel vaak zijn die wijkraden ook helemaal niet in beeld. Men klaagt dan wel en men vindt iets. Maar via de wijkraden kan je in ieder geval je ongenoeg uiten over wat het dan ook is.
En in dit geval voor honden, voor engelen. Dat weet ik dan toevallig hoe dat in het verleden geregeld is. En daardoor zijn er hondenvelden gekomen. En dat is gewoon heel erg van belang. Dat is ook voor het juiste geld is daar ook naartoe geschoven. Dus de hondenbelasting is ook naar de honden toegegaan. En dat wordt als zeer prettig ervaren. En dat zijn voorbeelden eigenlijk die ook andere wijkraden heel makkelijk op zich kunnen nemen. Maar ook vooral duidelijk kunnen maken in het gebied. Ja. En ik geloof dat er, dacht ik, iets van 20 wijkraden in totaal zijn. Waar kunnen ze die vinden? Op de site van gemeente Den Bosch staan wijkraden benoemd per deelgebied. En daar staat eigenlijk alle informatie bij. Want eigenlijk overal, dus... er zit altijd een website achter. Ah, maar goed. S-Hertogenbosch, s-hertogenbosch.nl staat onder in beeld. Als je dus bij een wijkraad terecht wil komen. De mensen zijn eigenlijk gewoon steeds makkelijker. We zijn eigenlijk hele gemakkelijke dieren. Hè? En we weten ons namelijk altijd wel te verenigen of te samenscholen. Waar ik mij enorm aan stoor is de luilakkerij als het gaat om het wild parkeren van fietsen. Bijvoorbeeld in de binnenstad. Op plekken waar er dan geen rolstoel meer door kan. Geen ambulance meer door kan als het nodig is. Geen kinderwagen meer door kan. Is dat een probleem in Den Bosch? Ja, denk het wel. En als je bij de HEMA kijkt op zaterdagochtend en je wil langs de slager die kip verkoopt, de kippenslager, dan kan je er bijna niet langs, want er staan alleen maar fietsen. En ik heb wel eens bedacht, als er een probleem is, in wat voor vorm dan ook, brand of mensen moeten erbij, dan kun je er geen eens bij komen. Maar ja, ik denk dat hier altijd weer iets moet overlijden of een enorm probleem moet ontstaan voordat er wat gebeurt. Maar wat anders nog. In je jeugd, je was 14, 15 jaar. Ik weet zeker dat je je fiets overal neerkwakte en als het voor de HEMA was, als er de brandweer te staan, had je het nog ineens gezien. Ik zal jou vertellen, jongen, ik vind het zo mooi dat jij dat zegt. Hè? In mijn tijd, Mark Kleiter, toen jij nog lang en breed daar in dat grote Den Haag bivakkeerde. Als ik fietste, waar deze fietsers nu allemaal fietsen, dan werd ik door oma Gent van de fiets getrokken. Want je mocht hier helemaal op die voetgangersgebieden niet fietsen. Dus laat staan dat ik dan met mijn fiets ergens naartoe kon rijden om fout te gaan parkeren. Dus dat vond je beter? Dat vond jij een beter systeem? Nee, het is een beter systeem, maar daar praten we ergens anders over, maar we gaan even op die fiets. Het is een beter systeem dat in de kleine straatjes van Den Bosch het verboden moet zijn om te fietsen. Want als je, ik noem maar even het zijstraatje, je Ridderstraat, en je komt bij de Tumtum met je zak snoep naar buiten, dan word je voor je donder gereden, omdat het een smal straatje is. Ja. Kijk, een brede straat, weet je, prima. Maar het kan toch niet zo zijn, Mark Kleiter, dat in de Kerkstraat er een parkeergarage voor fietsen is, die kost 0 euro, gratis parkeren. Ja. En dat ze dan tegen het muurtje van de parkeergarage gaan parkeren. Kom op, hé. Ja, er is geen belang blijkbaar om dat te doen. Maar op een of andere manier krijgen we het ook niet over de bühne met z'n allen. Ja. En zaterdag loop ik nog steeds vast bij de HEMA, bij de kippenslager. Maar dit is wel een keuze van deze gemeente, want ik heb dat geroepen en ik ben ermee bezig geweest. En ik heb foto's laten zien, want jij zegt, ja, er is nog niemand overleden. Ik praat over een jaar of 4, 5 geleden. De Korte Putstraat. Ja. Mooie restaurantjes allemaal. Ja. Op de hoek van de Korte Putstraat zit een kledingwinkel. Op de andere kant zit een grote kledingwarenhuis. En er staan rijen fietsen. In het midden van de Korte Putstraat krijgt een man, die neemt een hap en die pakt een verkeerd. Die dreigt te stikken. De ambulance en de brandweer, die worden ter plaatse geroepen, rijden door de Kerkstraat. En kunnen de draai, omdat de fietsen met kettingen aan ervan vastgemaakt zijn, kunnen de draai niet maken. Moeten rechtdoor. Over de parade, door de lange Putstraat, zo de Korte Putstraat in. Ja. Toen was er bijna iemand overleden. Ja. Omdat die fietsen die daar staan, vastgemaakt zijn aan elkaar, konden niet opzij gezet worden. Dan is het toch, ik bedoel, als een terras, wat hier binnen de koperen doppen moet staan, omdat anders de doorzetting gevaar brengt, dan moet je toch ook kunnen zeggen als gemeente, hey, de fietsen die geven met een kaartje, waarschuwing, volgende keer weg ermee. Ja, of in de kleine straatjes waar de overkappingen op dat moment niet te groot mogen zijn van de horeca of van anderen. Dat mag niet, want daar is zelfs ook een heel team die naar binnen komt en die wat tegen de ondernemer zegt. Ja, maar de ondernemer is een rechtspersoon, dus die kun je lekker aanpakken. Ja, en dat wil je dus eigenlijk aankaarten, het verschil. Ik wil, precies, want als je inderdaad in de kleine straatjes je winkel een beetje wil opfleuren met een bloempot, dan mag het niet. Dan is er een slimme ondernemer die zegt, weet je wat ik dan doe? Dan zet ik een bankje neer en op dat bankje zet ik een bloempot. Ja. Dan wordt het namelijk een bloembankje en dan mag het wel. Ja. Maar het is gebeurd, hè? Ja, ja, het is echt gebeurd. Ja. En, we zitten toch niet in Frankrijk, hè? Nee, maar dan heeft het te maken met de lijstjes die ervoor betaald worden. Ja. Weet je wel, van als je betaalt, dan mag het wel. Een vrachtwagen die niet in de ring van het centrum mag komen vanwege de dieseluitstoot, die mag het wel als hij 40 euro betaalt. Dus het gaat altijd om geld.
Maar het is gewoon echt onhandig. Ik heb met heel veel blinde mensen gesproken die gewoon het relief op straat gewoon niet meer kunnen voelen. De blinde geleide tegels. Ja. Omdat daar fietsen op staan en wij doen daar gewoon niks aan. Dat, ja. is toch raar? Ja, en hoe lang denk je dat het nog gaat duren? Dat de fietsen dan weggaan uit de stad? Nee, die gaan niet weg. Want het wordt gewoon niet opgelost. Het wordt gewoon niet opgelost. Ik heb continu geen politieke partijen die geïnteresseerd zijn. Ze steken de kop in het zand. Dus is er geen probleem? Nou ja, en inderdaad, als het terras gewoon iets te ver naar buiten gebouwd wordt, dan krijgen ze een boete. Ja. Maar naast het terras, als je dan kijkt naar de volgende straat, ik weet even niet uit mijn hoofd hoe die straat heet. Maar je kunt het draai niet maken. En ik gun iedereen zijn fiets, ik gun het allemaal. En het is ook echt niet van dat ik weer met vingertje wil wijzen. Wij hebben het er niet over, maar wat denken? Wat denken de inwoners ervan? Wat denken de mensen uit Den Bosch? Zijn namelijk met de fiets en die zijn met de auto. Ja, ik wil het bespreekbaar maken. Mooi. Ja. Nou, nodig ze maar uit om te reageren, zou ik zeggen. Het fietsenprobleem. Nederland heeft gigantisch veel fietsen en we doen alles op de fiets. En als we de fiets in de binnenstad willen zetten, en vroeger was dat geen probleem, maar nu wordt het een probleem, omdat er zoveel regelgeving is. Of dat er misschien wel ongelukken kunnen gebeuren, dat als er mensen niet weggehaald kunnen worden, bijvoorbeeld bij de HEMA, omdat er allemaal fietsen staan, omdat er misschien ooit eens een ongeluk gebeurt, moeten we dan wachten tot iemand overlijdt? Of omgekeerd, is het een probleem? Of vinden we het heel omgekeerd? Willen we juist die fietsen juist voor de winkels neerzetten, omdat we zo dicht mogelijk bij de winkels willen zijn? Wat denken jullie zelf? Noem nog even één keer het mailadres op nul. Ja, is info@tv73.tv. info@tv73.tv. Bestaat democratie nog? Dat is de stelling van vandaag, nu, de derde. Nou, vanuit mijn mening ja. Ik ben vandaag en ook andere dagen wel in rechtszalen geweest, ook bij de Raad van State geweest. En de democratie bestaat, omdat de rechtsstaat van Nederland een van de modernste is ter wereld. En bijvoorbeeld wij leiden ook als Nederland Egyptische rechters op. Dus op het moment dat wij zeggen dat de democratie in Nederland niet bestaat, dan lijkt me dat niet een goed uitgangspunt. Wordt er aan de democratie getornd? Ja, ja, dat wil ik weten. Ja. Dus laat ik de vraag dan anders stellen, want ik denk ook nog steeds dat de democratie bestaat. Maar wordt die uitgevoerd? Wordt die gehandhaafd en wordt die gerespecteerd zoals de democratie bedoeld is? Ik denk minder. Ik denk dat wat onze voorvaderen, lees mijn opa en mijn oma, in de Tweede Wereldoorlog daarna bereikt hebben met welvaart, waarbij we nu in het welzijnperiode zijn geraakt, is dat er heel veel dingen voor ons besloten worden, wat misschien altijd al zo was, maar in ieder geval steeds zichtbaarder wordt. En waarbij het woord democratie steeds opgerekt wordt. Op het moment dat ik kritiek heb, dan word ik al snel als een fascist uitgemaakt, of als een rechts iemand, of als een links iemand. Het ligt er maar aan met wie ik op dat moment spreek. Nou, jij hebt helemaal een track record met sommige zaken die jij kan zeggen. Terwijl ik je ken eigenlijk als middenlinks zelfs. Want vaak, ik kan nog zeggen dat je vaak linkser bent dan met rechtse omdat dingen komt. Omdat ik heel vaak aan het wel en wee van de mens denk. Ja, dus jij kijkt niet zozeer in het linkse en het rechtse dingen. Nee. Alleen dat de democratie uitgehold wordt op dit moment, dat zien we heel erg. Op dit moment zie je natuurlijk die enorme bashing van Baudet. En is Baudet de witte konijn uit de Hoge Hoed of de zwarte konijn uit de Hoge Hoed? Dat weet ik zelf ook niet. Maar, nou, laat ik het dan anders vragen. We hebben allemaal gezien in die optocht tegen racisme, wat daar geroepen werd. Hè. Als je Baudet dood wil schieten, roept dan paf. Ja. En, maar je hebt toch altijd gekken gehad? Nee, dat klopt. Dat klopt, daar heb je gelijk in. Je hebt altijd gekken gehad. Maar het wordt daar geroepen. Ja. In die setting. Ja. In die demonstratie. Ja. Met allemaal linkse gekkies. Ja. Nou, niet allemaal, maar er zitten linkse gekkies bij. Ja. Stel maar voor dat het andersom was. En dat er een gele hesjes demonstratie was geweest. Ja. Waarbij mensen hadden geroepen, als je Klaver dood wil schieten, roep dan paf. En in diezelfde optocht loopt bijvoorbeeld Hiddema mee. En daar loopt VVD-corrifee mee. Want dat gebeurde ook. Hè? Want ze hebben GroenLinks, PvdA liep mee. Wat was er dan gebeurd? Ja. Want ik vind namelijk dat de media heel erg tam is op dit. En ja, ik lees nu, de dame in kwestie 21 jaar heeft spijt. En natuurlijk wil ze Thierry niet dood. Maar komen we daar nou zo gemakkelijk mee weg? Want wat was er gebeurd als het andersom was geweest? Ja. Schiet Klaver dood van mij. Wat was er dan gebeurd? Hoe had Nederland dan op zijn achterste poten gestaan? Ja. Een inschatting, een prognose. Wat was er dan gebeurd? Ja, ik denk dat het veel strikter was gedaan. Ik denk dat Jesse dat helemaal had kunnen uitspelen ook. Want dat was hem ook perfect, was koren op zijn molen ook geweest. Want wat dat betreft is het een robot met denken en heel snel handelen.
Maar dit was inderdaad helemaal koren op zijn molen geweest. Alleen het is niet gebeurd nog. Nee, wat had de publieke opinie gedaan? Ja. Niet wat hij heeft gedaan. Wat had de media gedaan in dit geval? De media zijn algemeen links in Nederland. Dus die had het helemaal lopen uitspelen. En dat is ook een van de grote problemen. Is dat de media die heeft zich geïdentificeerd met het linkse gedeelte. Het socialistische gedeelte of het groene gedeelte. En dat mag. Alleen op dit moment is er gewoon een verrechtsing weer bezig, omdat er een onderstroom is gekomen. En die zegt op een gegeven moment, en tot hier en niet verder. Ja. Want ook die gele hesjes, de gele hesjesproblematiek die nu in Duitsland speelt, die is gigantisch. Die wordt ook steeds groter en die wordt wel op Duitse manier gevoerd. En zullen we dat in Nederland ook krijgen? Ik weet het niet. Nederland wat dat betreft, noemen ze wel eens, is de socialistische staat van Duitsland, werd vroeger wel gezegd. De laatste staat die nog bij Duitsland moest horen. Dat is natuurlijk niet meer zo, want nu is het een Anglo-Saksisch model geworden. Maar ik weet het niet. Wanneer is het klaar? We hebben natuurlijk allemaal gezien wat er met Pim Fortuyn is gebeurd. Ja. Dat begon ook zo. Ja. Een beetje op dezelfde manier. Ja. Wanneer is het dan klaar? Wanneer, ik bedoel, als een politicus gekozen is, ja, zoals Baudet nu gekozen is, en misschien dat hij het nog beter gaat doen in de Tweede Kamerverkiezing, maar dat zullen we over 2 jaar wel zien. Maar wanneer is het klaar? Wanneer is het, ik bedoel, wanneer legt de fatsoensrakkers zich nou neer bij een uitslag? Want het is toch een hele duidelijke uitslag. Waarom gaat die man in Noord-Holland niet gaan regeren? Ja. Waarom gaan wat je nu praat in dit geval is de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. Waarbij het Forum voor Democratie uiteindelijk niet mee mocht doen met de coalitievorming. Dat is wat je zei. Ja, ja, dat is wat ik zei. Ja. Ja. Nou, dat is logisch. Dat is hetzelfde gebeurd met meneer Smolders in Tilburg. Die werd er ook uitgehaald. En dat mocht ook niet. Ja. En het is gewoon een kwestie van tijd wanneer dat gaat doorbreken. Maar het mooiste is als het links en rechts in balans is. Dat er 2 soorten stemmen maar zijn. Maar dat gaat nooit gebeuren, want ze zeggen altijd rechts, dat zijn de meest agressievelingen in de hele wereld. Terwijl links altijd de aanval inzet. Links zorgt ervoor dat Pim Fortuyn kapotgeschoten wordt. Links zorgt ervoor dat ze staan te juichen als Theo van Gogh om het leven wordt geholpen. Links doet de dreiging. Links zorgt ervoor dat tijdens grote demonstraties in Berlijn gewoon de hele boel aan God is geslagen. Ik heb dat rechts nog niet zien doen in Nederland. Nee, gelukkig niet dan. Nee, gelukkig niet. Nee, tuurlijk. Nee, want dat zoeken we allemaal niet. Het dialoog moet gewoon weer plaatsvinden. Er komt een hernieuwde balans, maar ook bijvoorbeeld in media. Maar het dialoog kan niet plaatsvinden als je de uitslag van een wedstrijd, ik noem maar even een wedstrijd, ja, niet accepteert. Ja. Als dit hetzelfde zou gebeuren bij darts, bij Raymond van Barneveld. Ja. En de tegenstander die accepteert de uitslag niet. Terwijl hij toch echt continu in die 180 heeft gegooid. Ja, maar je kan het ook zo zien is dat als je een keer verliest omdat je altijd gewonnen hebt, dan is het heel moeilijk om je nederlaag te herkennen. En dat heeft gewoon een tijd nodig. En wat heel vaak is dat er alleen maar met de winnaars wordt rekening gehouden. Maar als je verliest op dat moment omdat je de domweg niet haalt, en D66 heeft het gewoon niet gehaald. En GroenLinks heeft gewoon niet gehaald wat ze willen. Ja, maar Utrecht ze zeggen hebben dat ze gehaald. Het de winnaars zijn. Ja, dat zijn ze helemaal niet. Nee, ze representeren alleen maar een gedeelte van de bevolking die zo denkt. En dat is prima. Alleen het andere kant heeft op dat moment meer gewonnen. Erken dat gewoon. Dat is een proces. Ja, dat is een leuk proces. Alleen het proces wil maar bij die mensen niet op gang komen. Waardoor ik het idee heb dat de democratie niet geaccepteerd wordt door die gasten. Want ik denk dat rechts gewoon een veel betere verliezer is. Van oudsher, ja. Ik weet het niet, hè, maar het is gevoelsmatig. Ja, lijkt me wel. En rechts en links is natuurlijk altijd moeilijk. Hè? Bijvoorbeeld, wat wordt CDA? Weet je wel, CDA, is het links of rechts? Dat varieert ook een beetje. Centrum, hè? Ja, centrum, ja. Het zou centrum moeten zijn, maar ik ken linkse en ik ken rechtse. Dus het begrip is ook heel erg aan verandering onderhevig. Dus ik ben gewoon benieuwd wat in de komende verkiezingen, vooral de Europese verkiezingen, gaat plaatsvinden. Hè? Ik vind het ook heel belangrijk wat gaat er plaatsvinden met de Tweede Kamerverkiezingen als die weer komen. En over 3 jaar de gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch. Ja. Daar zit ik zo naar uit te kijken. Ik dat ook. Kan je niet geloven. Ik ook. Heel erg naar uit te kijken. Daar heb ik heel erg zin in. Ja, ja, maar goed. Mag ik dan zeggen dat we er nog lang niet zijn met de democratie? Nee. Tenminste met het accepteren elkaars meningen. Ja, en dat is denk ik het interessante. En is wat denken de mensen er zelf over? Is het zo dat de democratie wordt uitgehold? En waarom dan? Wat zijn dan de kenmerken dat het uitgehold wordt? Of omgekeerd, is het wel beter ingericht dan ooit? Dat,
Dat is ook, kan ook een stelling zijn. Bijvoorbeeld in Den Bosch, hè, ik heb het natuurlijk meegemaakt. Ik wilde, mijn achterban wilde geen asielzoekerscentrum in Den Bosch hebben. Mensen zijn compleet op het verkeerde been gezet. Hebben een worst voorgehouden gekregen. En voordat ze het wisten, werd er een asielzoekerscentrum uitgekozen. Ik heb een raadgevend referendum aangevraagd. Ik had alle stemmen die nodig waren. De raadsleden hebben dus gekeken in één woordje. Daar konden ze dus met één woordje konden ze onder het raadgevend referendum uit. Terwijl alle handtekeningen aanwezig waren. Het referendum is van tafel geveegd. Ik heb toen op het scherm van de raad heb ik een dia laten zien. Hier rust de Bosse democratie, een grafsteen. Dat is natuurlijk heel erg confronterend en dat was mijn bedoeling ook. Dus nu anderhalf, twee jaar geleden, is gewoon het raadgevend referendum door de Link-Michels gewoon compleet uit de mogelijkheden gehaald. Dus de Bossenaar heeft geen mogelijkheid meer op een raadgevend referendum. Ik vind dat niet democratisch. Maar goed, dat trek je dan een breder verband. Want dat zal niet over het asielzoekerscentrum nu gaan. Maar dat gaat over een referendum moet er gewoon altijd zijn. Mag toch een referendum doen om aan de Bossenaren en te vragen van... bent u voor of tegen hondenbelasting? Ja. Ja, of tegen windmolens of voor windmolens. Of tegen waterstofcentrales of gemeentelijke energiebedrijven of niet. Bijvoorbeeld. Want wat denk je nou? Dat 39 raadsleden en het college alle wetenschap in pacht hebben... Ze representeren ons wel, hè? Ja, maar het is niet zo. Kom op, hè. Ja. Nee, man. Dat kwam helemaal uit je tenen, nee, zie ik. Nee, hoppa, nee. Wat ze doen, nee. Ik bedoel, ik heb nog steeds respect voor alle raadsleden. Ik heb respect voor het college. Want ze proberen het beste te doen voor hun achterban en het beste voor onze mooie stad. Dus dat niet. Maar ze laten gewoon dingen liggen. En ze helpen elkaar gewoon te vaak in het zadel. Ze schuiven elkaar te vaak pakketjes toe. En een bosje plus. Ja, dat vind ik. Ik lees ook van de nieuwe partij, die ineens geen Bosse Volkspartij meer heet. Ja, we gaan hetzelfde doen als de Bosse Volkspartij. Alleen de toon is wat milder. Fuck man, de toon is wat milder. Wat nou milder? Dus ik moet maar gewoon aansluiten in het rijtje en de VVD gaan pleasen? Ja, rot op. Dat zullen we over 3 jaar nog wel eens zien. Ja, volgens mij een krappe 3 jaar. Zit jij in de oppositie? Ja. Maar zo is het toch? Ja. Kom op, hé. Man, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. En als je gewoon onderscheid wil maken, dan moet je niet met de grijze massa meegaan. En dat verafschuw ik. Ja. Ik ben heel misselijk van. Ja. Nou goed, de stelling. Is de democratie nog de democratie? Wat vinden we ervan? Thuis. En wat vinden wij dat of de democratie nog werkt? En heeft het zin om te stemmen? Heel veel mensen stemmen namelijk ook niet meer. Omdat ze niet meer weten wat het verschil tussen links en rechts. Nee. Behalve als alles weer op scherp gesteld wordt. Dan ga je weer nadenken. Waar wil ik eigenlijk op stemmen? En is er wel een links en is er wel een rechts? Wat is het meest interessante wat u denkt en niet wat wij denken? info@tv73.tv. Laten we even kijken naar wat de reacties van vorige week. Ik heb ook een berichtje gehad van iemand waarvan ik, ze noemt mijn naam maar niet, maar die had wel kritiek op mij. En die vind ik ook dat ik die mag noemen. Ik heb op het Winterland debakel, met al het geld dat weer gewoon als sneeuw voor de zon, even die sneeuw voor de zon verdwenen is, heb ik gezegd het zijn een stelletje oplichters. Deze persoon vindt ik dat hij gelijk heeft. Ik zat er heel fel in. En dat is natuurlijk niet wat ik bedoelde. Ik bedoelde niet de gemeentes oplichters, natuurlijk niet. Die woorden neem ik ook dus bij deze stellig terug. En mocht ik iemand beledigd hebben binnen de gemeente, dan is dat niet mijn bedoeling geweest. Maar het was het vuur van de strijd. Wat ik eigenlijk bedoelde is dat de ondernemer en daarmee ook heel veel Bossenaren met het Winterland dat dit jaar niet mocht komen. En uiteindelijk de gemeente €150.000 zelf heeft moeten investeren om een flutevenementje neer te zetten. Bedoel ik eigenlijk dat de organisator en de burgers benadeeld zijn. Zeg ik het dan zo goed? Ja. Maar in ieder geval kan je het benoemen voor jezelf ook dat je het dan verkeerd gezegd hebt. Ja. En erkenning is het begin voor wijsheid nog. Zeker. Nee, nou, maar ik vind wel dat want je leest het en dat is een spiegel die ik terugkrijg. En ik vind wel dat ik daar ook heel fair en eerlijk over moet zijn. Dat als je dingen zegt die gewoon niet kloppen, die moet je gewoon ook benoemen en ook je excuus daarvoor aanbieden. Ja. Maar in diezelfde lijn, Mark, krijg ik ook een berichtje van Peter. En die schrijft...
Hartstikke goed wat jullie benoemen. In deze aflevering hebben jullie de windmolens belicht, de hondenbelasting belicht, de leegstand van de winkels in de binnenstad belicht. Een stukje... even kijken. Ik kan me zomaar voorstellen dat er reactie gekomen is van politieke partijen of van wethouders of van wie dan ook binnen de gemeente. Is dit zo? Nee, dat is niet zo. Hoe kan dat nou? Als je dit te horen krijgt, en dat is het dan wel vanuit onze kant, en wij vinden gewoon dat ook de politiek en iedereen die we benoemen in de klapstoel wederhoor mag hebben, want dat staat gewoon als een paal boven water. Waarom wordt er niet gereageerd door de politiek? Ja, misschien is het nog niet bekend, misschien wordt het nog niet herkend, maar er is niks zo interessant als een wethouder zelf zijn eigen mening daarover wil geven, of in dit geval de gemeente waar, of de mening waar die voor staat. Ja. En raadsleden vertegenwoordigen het volk. Het is gekozen. Wij hebben hun gekozen. 39 raadsleden zitten namens Den Bosch en omgeving zitten die daar. En die kunnen hun zegje zeggen. En die hebben hun ideeën daarover. En soms gaat dat ook, verwatert dat ook helemaal. En dan zie je dat in stukjes terug, maar je weet eigenlijk niet precies wat ze doen. En niks is zo interessant om de raadsleden zelf op deze klapstoel te hebben, waarbij ze hun eigen mening mogen ventileren. En het of het geeft wel voor ze staan. Voor dus ze staan, ja. Voor ik denk niet dat die wethouder een eigen mening heeft. Ik denk dat hij ja, voor zijn zaak staat. Ja, ja. Beter genuanceerd. Ja, en die wethouder die denkt, dat doe ik goed. Maar heel veel mensen denk ik, nee vriend, dat doe je helemaal niet goed. Ja. Maar die wethouder moet zich wel realiseren dat hij tegenover een van ons komt te zitten. En dat wij zeer kritisch zullen zijn. Ja. Dus wij zijn benieuwd of dat er reacties komen als het politiek aangelegen is. Hè? Bedoel, ze moeten niet komen als mensen komen klagen over dat de reunie van Concordia niet gezellig was. Dus echt, als het gaat over de burger, dan moeten ze gewoon niet op die stoel komen zitten en gewoon de discussie durven aan te gaan op de klapstoel. Ik heb wel een vraag aan jou, want je bent natuurlijk niet geboren in Den Bosch, je bent geboren in Den Haag, je hebt in Veenendaal gewoond. Uiteindelijk ben je in deze prachtige stad terechtgekomen. Ik hoor wel eens links en rechts discussies over het feit dat als we weer bijvoorbeeld, ik noem maar even een put neerzetten of iets anders, of het pand dat ingestort is, dat daar weer een bepaald pand voor terug mag komen. Maar dat mag dan zeker niet in de oude bouwstijl zijn, want Den Bosch eftelingiseert. Ik vind persoonlijk, dat is mijn mening, dat wij hier in Den Bosch een openluchtmuseum zijn. Met allemaal mooie gebouwen. En ik vind persoonlijk dat een heel strak gebouw niet in die mooie statige panden dat het ertussen hoort. Ja. Daar is in Den Bosch, daar zijn veel mensen die daar lijnrecht tegen de opposite tegenover elkaar staan. Wat vind jij ervan? En wat vinden jullie ervan? Een oud pand moet dat daar op die hoek in een mooie oude bouwstijl teruggebouwd worden? Of moet het gewoon een glazen pui zijn die doet denken aan een hele dure gallery? Hoe zit jij erin? Hoe zitten jullie erin? Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. In Gent hebben ze dat ook gedaan, hè? Want Gent en Den Bosch die hebben veel eender. Dat heeft ook Jack Mikkers gezegd, onze burgemeester. En een van de dingen is dus dat je allemaal nieuwbouw gaat doen, dan haal je namelijk die ziel uit die stad. Dus juist het oude, dat vind ik persoonlijk, dat maakt het ook zo mooi. En steden die bijvoorbeeld in Polen en in Duitsland platgebombardeerd zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn ook weer een oude luister hersteld. Omdat er namelijk een identiteit aan zit. Ja. En dat maakt het zo mooi. Dus zaken uit het verleden, als we die weer op kunnen bouwen op de manier zoals dat was, dan is daar alleen maar veel voor te zeggen. Wil men nieuwbouw doen, doe het dan net als in Den Haag. Het nieuw Babylon wat ooit destijds daar gebouwd wordt. Of in Parijs, La Défense, daarbuiten. Ga het niet in de stad doen. Vernieuwing is mooi, maar niet alles glas maken. Want wij kunnen op dit moment alleen maar alles van glas maken. En het lijken allemaal autokattekeningen en alles vierkant en alles is rechthoekig. En het is juist zo mooi om de stukken die van Den Bosch van het verleden waren, om die weer een oude luister te herstellen, waar mogelijk en binnen normale kaders. Dus eftelingisering, zoals de tegenstanders het noemen, ja, bestaat eigenlijk in Den Bosch niet. Nee. Het is gewoon onze cultuur, het is ons verleden en dat moet je niet veranderen met glazen paarden. Ja, want het is namelijk ook een identiteit. Want alle expats die ook overal in het buitenland zijn, die gaan juist ook weer naar Den Bosch toe, omdat het namelijk een bepaalde gezelligheid heeft. Omdat het zit als een jas en dat wil je herkenbaar hebben. Ja. En er is niks zo mooi. Een tijdje geleden moest ik op het Lange Voorhout zijn. Daar is ooit mijn opa heeft daar Algemene Bank Nederland gehad. En dan loop ik langs het pand wat hij ooit dan gehad heeft. Wat vind ik het mooi dat dat nog in de oude staat is. Ja, en dat absoluut. De schelpen daar nog gewoon liggen langs de bomen. En dat ik even van de oude luister kan genieten. Want dat vind ik namelijk heel erg fijn. Ja. Maar dat is een persoonlijke mening. Ja.
Heb je bijvoorbeeld, want daar hebben we het ook over gehad in Den Bosch, dat als de draak weer veranderd moet worden, omdat de draak opgeknapt moet worden, dan zie je dat GroenLinks daar een Efteling-status van maakt. Nou, dan heb ik een idee, weet je wel, van de draak hoort gewoon bij Den Bosch. De draak moet weer gemaakt worden zoals die was, want het is de identiteit van Den Bosch. En je moet er geen hart uit willen halen de hele tijd. Nee, nou, prima. Ik heb mijn mening al gegeven, want ik hou van deze stad. Ik vind het een openluchtmuseum. Ik wil even bij Den Bosch blijven, hou hem vast. Ja. Maar ik wil toch even de mening van de mensen vragen. Den Bosch, zoals het nu is, pand, de Drijfwijzels heet het geloof ik, dat ingestort is, waar de Pearl in heeft gezeten. Opbouwen, authentiek, met zoveel mogelijk ook authentieke materialen, dus echt goede gebruikte bouwbalken en alles erop en eraan. Of moet daar gewoon recht toe, en dat vinden een aantal politieke partijen hier in deze stad, dat er gewoon een glazen pui moet komen met een grote gouden appel op het dak, weet ik veel, van onzin. Maar het kan zijn dat jullie dat ook vinden, laat het me weten. info@tv73.tv. Ik heb jou gevraagd, even vasthouden aan Den Bosch. Wij zijn de hoofdstad van Noord-Brabant. Ja. Als ik waar dan ook in het buitenland ben, en dan zeg ik Hertogenbosch, of in Duitsland zeg ik de Herzogenbosch. En dan zeggen ze, dan zeg ik ja, 40 kilometer onder Eindhoven. Oh, Eindhoven! Of Breda. Weet je, dat kennen ze allemaal. Maar zijn wij wel die hoofdstad van Brabant zoals het van ons verwacht wordt? Jein, zeggen de Duitsers daarop. Ja, ja. En nee. Jein, ja en nee. En Jein betekent in dit geval, Den Bosch is natuurlijk een groot dorp. Maar de macht van Den Bosch lag vroeger natuurlijk vooral in het geestelijke, in het katholieke. En daar is een enorme macht is daar vroeger ook van uitgegaan. En dat is een van de redenen waarom ze zich altijd hebben kunnen standhouden ten opzichte van Breda en ook ten opzichte van Eindhoven. Maar elke buitenlander snapt niet, of snapt vaak niet, laat ik het zo zeggen, dat Den Bosch de hoofdstad van Brabant is. Men vindt dat het toch echt Eindhoven de lichtstad of Breda, maar absoluut geen Den Bosch. Maar goed, als ambassadeur van Den Bosch zeg ik dan maar weer, helaas, Den Bosch is de hoofdstad van Noord-Brabant. En toch vind ik, en ik ben er ook heel blij mee, hè? En toch vind ik dat Den Bosch zich niet uitstraalt. Misschien wel qua macht, qua provinciehuis dat hier staat. Maar niet, als ik hier op een zaterdagavond op dit plein kom, dan is het pikken donker. Ja. Dit is de ziel, de woonkamer van de stad. Ja. Het hart, het kloppend hart. Ja. En het is uitgestorven op een zaterdagavond. De nachtbussen die richting Den Bosch kwamen of vanuit Den Bosch weer weggaan, die zijn een aantal jaar geleden afgeschaft. Ja. Dus je kunt uiteindelijk niet meer terug. Als je denkt van nou, ik ga een avondje weg, dan weet je, je kunt niet meer naar Den Bosch komen om een leuke avond te hebben. Nee, maar goed, het is een dagstad, hè? Den Bosch is van oudsher al een dagstad geweest. Ja, maar toch. Het is niet echt een uitgaansstad, s'nachts. Ik bedoel, dat is nooit... Ik kan tijden herinneren dat hier de lampen floreerden. Je mocht hier nog parkeren toen. Ja. Dus een discussie, moet dat nou nog wel of niet mogen, dat maakt me niet uit. Maar het plein waar alles te samen is gekomen, waar de oorsprong ligt, waar de eerste bron het water naar boven heeft gebracht, waar de eerste bewoners van de vesting hun water vandaan haalden, daar is alles ontstaan en dat is dood. En dat, niet overdag, maar dat is s'avonds gewoon leeg. Dus is Den Bosch de hoofdstad van Noord-Brabant? Nou, ja, of zou het Eindhoven moeten worden? Of Tilburg? Nee, maar het moet gewoon Den Bosch blijven. Alleen ik vind wel dat Den Bosch zich wat meer mag profileren als hoofdstad. Ja. Dat in plaats van als je de grens overkomt, dan heb je Venlo en dan zie je in één keer Eindhoven staan. Zet daar als Hertogenbosch neer. Dat is even dom met de hoofdstad. Ja. Weet je wel? Dus naar buiten toe keren als hoofdstad, ja, dat mogen ze volgens mij veel dominanter doen. Maar dat ligt ook aan jou en mij. Ja. Want wij moeten ook ambassadeurs worden. Wij moeten over de hele wereld vertellen hoe mooi onze stad Den Bosch. Je mag niet eigenlijk Den Bosch zeggen, maar Hertogenbosch. Dus ambassadeur. Zorg ervoor dat we met z'n allen ambassadeur zijn. Ja, en een paar dingen zijn wel mooi. Op het moment dat je Utrecht uitrijdt, zie je overal Hertogenbosch. Maar dat zie je ook als je kant van Den Haag komt. Dan zie je ook al heel snel zie je Den Bosch staan. Maar vanuit de grensstreken niet. En dat zou wel eens een keer mogen zijn. Want eigenlijk is het toch wel het hart van Nederland, is toch wel Den Bosch, of niet dan? Nou ja, dat vraag je aan een Bossenaar, dus het antwoord is al duidelijk. Maar ik moet het eigenlijk aan een Hagenees vragen. Is ik ben een Hagenees. Is het hart van Nederland, is dat Den Bosch? Ja. Als ik dan weer in Den Haag loop, dan denk ik, ja, nee, het is niet gelukt. Op een of andere manier. Ik weet niet wat. Er mist iets. Er is iets weg daar gehaald. En Den Bosch heeft een ziel. En dat is zo mooi.
En dat zijn maar weinig steden die dat nog hebben. Maar die ziel zit bij de gebouwen, bij de infrastructuur, bij de mensen. Zeer zeker bij de mensen. Juist bij de mensen. Ja, een Brabander, vooral een Bossenaar, is hartelijk. Ja. Kan je een praatje mee maken, vraagt hoe het met je gaat. Is gewoon van belang. Kleine dingetjes, daar maakt een bos het verschil in. En dat zit niet altijd in, ook in de grote dingen. Nee. Nou, ben nou niet zo passief, ben een beetje actief. Ga achter die mail zitten, stuur ons een mail info@tv73.tv. Laat het ons weten hoe jij het voor elkaar zou krijgen om Den Bosch nog beter op de kaart te zetten als zijnde hoofdstad. Moeten we petjes laten maken met 's-Hertogenbosch, hoofdstad van Brabant. Bedenk het maar, geef ons tips en ideeën. En wij gaan ze in de volgende uitzending natuurlijk weer met jullie fileren. Den Bosch, daar waar ik ben geboren. Den Bosch, en waar ik ooit zal gaan. Rappapapap. Dat was hem. Laten we even gaan kijken naar reacties van vorige week. De windmolens, dat is natuurlijk een heel hot item. Vooral in Engelen en de Rietvelden, maar zeker ook in het gebied van Rosmalen. En in de discussies die de laatste tijd zijn gekomen, vooral in de afgelopen weken met de klapstoel, zien we het eigenlijk het volgende. Dat het verschil tussen de windmolens die in Os staan en het verschil tussen de windmolens die zouden gaan komen in de Bossenpolder, is dat er maar 3 ondernemers zijn die feitelijk het in Den Bosch dragen en het ook aangekaart hebben. En in Os al 2 jaar eerder begonnen is met een heel draagvlak om die molens te krijgen. Plus ze staan verder van de bewoonde wereld af, van huizen af. En dat zie je in Rosmalen, staat het er veel dichter op. Dus je ziet in dit geval dat BMW in dit geval vooral de molens ondersteunt. Vanuit een heel ander perspectief. Ze zijn op een rijdende trein gesprongen. En feitelijk zie je dat een hele agglomeratie met tienduizenden mensen. Wat is een agglomeratie? Het gebied waar ze wonen, dus het hele Rosmalen. Dan tegen 3 ondernemers moet vechten. En dat is gewoon een verkeerde uitgangssituatie. Ik misgun trouwens die 3 ondernemers totaal niet hun molens. Ik wel. Heb ik? Ik misgun ze het gigantisch, want het is gewoon een ordinaire geldkwestie. En ook de boeren en degenen die de landen bezitten, die waren altijd valikant tegen. Totdat ze 40.000, 45.000 euro per jaar krijgen om op hun grond 1 molen neer te zetten. Dus het is gewoon een geldkwestie. En dat is een geldkwestie. Alleen goed, wat ze ook hadden kunnen doen is zonnepanelen er neerzetten. Maar dat doen ze niet, want namelijk een windmolen brengt gewoon meer op. Want je kan er namelijk mais onder zetten of je kan er vee op laten graven. Ja. Dus het betekent, of vee op laten staan, niet graven. Dus dat is gewoon heel handig. Een ander iets is als je zoveel windmolens in een polder wil neerzetten met zo'n dicht woongebied waar zoveel mensen wonen, dan moet je praten over een industrie. Dit is een pure industrie die opgezet wordt. En een industrie heeft gewoon hele andere normen en kaders. Dat zou terug moeten komen liggen bij het Rijk. Dat zou helemaal niet in dit geval door Den Bosch opgepakt moeten worden. Ik weet dat de meningen daarover verschillen. Maar het zou mij niks verbazen als daar een hele andere insteek gaat komen in de komende tijd. En dat is een mening die ik daarvoor heb. En ik zie steeds meer dat als je er 80 windmolens gaat zetten of 60 windmolens gaat zetten, dan praat je over een industrie. Je praat niet meer over energieopwekking wat dan klimaatneutraal is. Dus een heel andere discussie komt er. Precies. Nou, aan die discussie, daar kunnen de mensen nog steeds mails over blijven sturen. info@tv73.tv. Ben je voor of tegen windmolens? Laat het ons weten. En dan gaan we weer verder tot de orde van de dag. Volgende week, in deze aflevering kun je natuurlijk ook weer reageren. De stellingen die we in deze aflevering hebben, stuur je ook je informatie naar info@tv73.tv. Als je mee wilt discussiëren. En we dagen ook de politiek uit om op de klapstoel te komen. En wees het oneens, wees het oneens. En waarom ben je het? Ja, maar wel gemotiveerd. Nou, het laatste item van deze uitzending is eigenlijk best wel heftig, moet ik zeggen. Mark heeft even plaatsgemaakt voor Yvonne. En dit soort gesprekken, ik heb ze eigenlijk wel eens gehad en ik vind het altijd heel moeilijk. En dan word ik altijd door de persoon die op die stoel zit, word ik geholpen op de een of andere manier. Maar ik denk wel dat ik nou krachtig genoeg ben om het gesprek aan te gaan, Yvonne. Want ik zie jou wel eens voorbij komen. We kennen elkaar niet persoonlijk, maar ik zie jou wel eens voorbij komen op de Bossenmarkt, op jouw scootmobielachtig dingetje. Ja. Je stond. Je wilde iets gaan vertellen over je gezondheidsconditie, want die ziet er niet rooskleurig uit. Nee, ik heb een uitzaaiing van mijn darmkanker in 2012. En het is nu uitgezaaid in mijn buikvlies. En aangezien ik ook
een groot hartprobleem heb en een longprobleem, kan ik dus niet geopereerd worden in het Catharine ziekenhuis in Eindhoven. Want dan moeten ze tegen mij zeggen van de operatie is geslaagd en de patiënt is overleden. Want ik kan daar niet aan. Wat betekent dat? Want je liet me net toch wel een indrukwekkende foto zien op jouw telefoon. Want ik zag daar een grafsteen. Dat klopt. Normaal gesproken hoeft een persoon zich daar geen zorgen om te maken. Om wat er na je dood gebeurt? Juist. Men zegt, spreekt uit van ik wil begraven worden of gecremeerd. Nou, allebei die dingen die zijn voor mij niet van toepassing. Ik wil graag een bovengronds graf. Maar voor wanneer? Want ben je helemaal uitbehandeld? Hebben ze jou een prognose gegeven van, nou weet je, het is Yvonne, je gaat dood, punt. Hebben ze dat gezegd? Ja, ze kunnen gewoon eigenlijk niks voor me doen. Ze zijn nu bezig met een chemokuur. En ik heb net de tweede heb ik achter de rug. Dus ik moet volgende week beginnen aan mijn derde. En dan krijg ik 24 april een CT-scan om te kijken of dat die kuur inderdaad iets gedaan heeft. Kijk, ik ga dood, maar wat ze nu willen bereiken is eigenlijk gewoon een eventueel stilleggen of mijn leven rekken, verlengen. Waarom jij op die stoel zit is omdat ik heel graag van jou wil weten en dan wil ik ook echt naar de mensen thuis kijken. Ik ben woorddienstbegeleider. Ik ga heel veel uitvaarten voor. Dus als de pastoor niet komt, dan kom ik. En wat ik heel veel hoor, is dat mensen in de directe familie zelden of nooit over de dood durven te spreken. Dus als het eenmaal zover gaat komen, dan is het een soort van, ik wil er niet over praten. Hoe is dat met jou? Hoe is dat bij jou thuis? Ja, mijn moeder die kan er eigenlijk helemaal niet goed tegen en ik snap dat ook wel. Want ik bedoel, het is niet de juiste volgorde dat bijvoorbeeld een kind eerder overlijdt dan een moeder. Maar ja, ik ben al bezig om mijn bovengronds graf te regelen. En dat gaat zomaar niet meer, want je moet eerst toestemming hebben van de begraafplaats. Want ik zou de eerste persoon zijn die boven de grond begraven gaat worden. En ik heb vorige week nog contact gehad met de begraafplaats. En die wilde heel graag weten hoe het een en ander in zijn werk ging met zo'n graf. Zo'n graf ook, ja. Ik kan pas toestemming geven dat ze het kan maken op het moment dat de begraafplaats zegt dat ik toestemming krijg. Ja, dan duurt het maken van zo'n graf, dat duurt zo'n 10 tot 16 weken. En ja, dan moet het geplaatst gaan worden. Kijk, dat het geplaatst gaat worden, dat wil nog niet zeggen. Heb je jouw plekje ook al uitgezocht? Nou, ik weet niet of ik het uit mag zoeken. Maar ik wil wel graag meekijken. Ja, dus je wil eigenlijk de hele regie gewoon in je eigen handen houden? Dat wil ik zeker, ja. En vind jij dat het in de mens zit omdat er te weinig over de dood gesproken wordt? En hoe daarna? Ja, ik vind zeer zeker dat men eigenlijk al moet beginnen op de lagere school en op de middelbare school om dat onderwerp gewoon daarover te spreken. Want nu heb je zoiets van, als je iemand aanspreekt en ja, ik wil mijn graf laten zien, dan wordt het al gelijk zo met die handen naar voren. Zo van, maar ja. Denken ze dan misschien dat je de boel een beetje zit op te blazen? Of, Nee, ze weten dat ik ziek ben. Ja. Want ik ben al jaren ziek. Dus dit is nou de derde keer dus dat ik eigenlijk die ziekte heb. En alleen ja, nu ziet het er naar uit dat ze er niks aan kunnen doen. Dus, ja, dus jij neemt de maatregelen? Ja, ik wil gewoon alles regelen zoals ik het... Hoe oud ben je nou? Ik ben 63. Ja, dat is geen leeftijd, hè? Nee, dat is eigenlijk geen leeftijd. Ik heb nog genoeg om voor te leven eigenlijk. Ja, ja. Ja, weet je, ik heb dit soort gesprekken wel eens eerder gehad. En dan is dat heel moeilijk om te zeggen van... wat moet je dan zeggen? Ja, tot ziens. Ja, zie ik jou nog? Ja, natuurlijk zien we elkaar. Nee, maar snap je, dat is best lastig. Ik weet het, ja. Dan weet ik ook niet. Maar gewoon van, ik ga er gewoon vanuit. Ik zeg steeds tegen de mensen van, we zien elkaar weer.
Ja. Kijk, ik probeer er gewoon heel positief in te blijven staan. En het ene moment lukt dat heel erg goed. En het andere moment, dan heb ik weer zo'n dagje zo van dat alles tegen zit. Als jij nou naar mij kijkt en je zou nu in plaats van mij zien, jouw complete familie zien. Dus jouw moeder, jouw kinderen, jouw echtgenoot. Dus ik ben nou al die mensen in één. Wat zou je dan zeggen? Dat ik heel veel van ze hield. Maar moet er nog iets veranderen? Moeten ze zich meer... Wil jij dat ze meer deelgenoot gaan worden van jouw regie rondom jouw naderende dood bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat het voor hun gewoon ook heel erg moeilijk is. Ja, maar het is veel moeilijker voor jou. Ik heb op zich... moet ik zeggen, niet zoveel moeite mee. Ik heb een uitspraak gedaan op de uitval van mijn vader. En daar sta ik nog steeds zo verschrikkelijk achter. Dood ga je alleen, maar sterven doe je samen. Ja. Dat vind ik. Maar goed, iedereen is daar anders in. Ik wens jou heel veel sterkte. En doet mijn vader de route als hij hem tegenkomt. Als het zover is. Als het zover is, maar verloop ik... Maakt niet uit, maar als het zover is, dan doe dat beloven. Ik wil nog even één ding zeggen. Oh, ja. Weet je wat er op mijn grafsteen komt te staan? Nul. Op die ovale graf, wat ik al net liet zien. Ik kijk altijd even 73. Nee. Kijk niet zo raar. Ik lig ook liever op het Caribisch strand dan hier. Niet waar. Nee, dat is wel waar. Kan je dat zo opzetten? Daar gaat er echt kijk op. Kijk niet zo raar, ik lig ook liever op het Caribisch strand dan hier. Die komt erop. En in ieder geval rustzacht of met een gezeik allemaal. Dat vind ik ook zonder woord. Dan moet ik hier aan de zeefjes treden, gaat er weg. Nee. En aapjes kijken, moeten ze in de dierentuin en liever ik wens jou veel plezier op het Caribische strand. Wij gaan elkaar nog vaak zien, Nol. Nou, ik hoop het. Ik hoop het. Oké. Sterkte. Dankjewel, Nol. Ja, mijn stelling nu, Yvonne, is opgestaan. De laatste stelling van deze week. En dat is de vraag aan jullie thuis. Moet er meer gesproken worden binnen je liefste, je naaste, je vrienden, je familie? Moet en mag er meer gesproken worden over de dood? Is het iets wat je maar allemaal onder het tapijtje schuift? Of moet je het er gewoon over kunnen hebben? En ook al ben je helemaal niet ziek of wat dan ook. Maar dat het niet... Ik bedoel, iedereen kan elke dag omvallen. En dan is er misschien een hele hoop onbekend. Laat me dat even weten. info@tv73.tv. Ja, indrukwekkend verhaal van Yvonne. En ik heb net de oproep gedaan, we sluiten het programma weer af voor deze week. Mag er binnen jouw familie, vrienden, ook al ben je niet ziek. De dood is altijd zo ondergeschoven van, het is er wel, maar het is er niet, weet je wel. Ja, en vooral in de westerse maatschappij hoort dood helemaal niet meer bij leven. Want we moeten vrolijk zijn en we moeten het leuk vinden en we moeten... zoveel mogelijk uit de dag halen. You only live once, allemaal dat soort dingen. Maar dood hoort gewoon bij leven. Ja, ja. En die gesprekken moet je gewoon wel aangaan. Dat is perfect gewoon als er zo'n verhaal recht uit het hart gewoon verteld wordt. En dat je daar gewoon deelgenoot van kan zijn. Want dat kan je gewoon precies. Ook op je eigen leven betrekken. We sluiten af. Aan de achtergrond horen we dat de laatste marktmensen met karretjes en hoop lawaai. Het hoort bij de markt, want we zitten hier gewoon lekker in het openbaar en niet in de studio. Dat is de keus van de klapstoel. Volgende week zijn we er weer en ik hoop dat jullie dan ook kijken. Op alle stellingen die je vandaag in de uitzending hebt gezien kun je reageren. En dan nodigen we je of uit of komen langs met de stoel. Die zetten we voor mijn part in je tuin. Maar laat het me in ieder geval weten over de verschillende discussies die we hebben gehad. info@tv73.tv. Ik zeg weer tot volgende week. Tot volgende week. Jullie ook. Hoi. Jullie ook.